Het was begin jaren 80 een groot schandaal. De Pakistaanse atoomspion Abdul Khan, die vanuit Nederland met gestolen documenten Pakistan in staat stelde een kernwapen te ontwikkelen. De Nederlander Frits Veerman, destijds een collega van Khan, waarschuwde zijn werkgever omdat hij spionage vermoedde. Hij werd ontslagen. Ten onrechte, blijkt nu, 45 jaar later uit onderzoek. Meer dan 45 jaar achtervolgt het atoomschandaal hem al. Frits Veerman vroeg 4 jaar geleden het nieuwe huis voor de klokkenluiders zijn zaak te onderzoeken. Die instantie die opkomt voor klokkenluiders oordeelt nu dat Veerman ten onrechte is benadeeld door zijn toenmalige werkgever. Het is een vorm van eerherstel, maar ook van gerechtigheid dat ik juist heb gehandeld in de jaren 70 om de melding te maken dat meneer Khan aan het spioneren was. Veerman werkt in de jaren 70 met de Pakistaan Abdul Khan mee aan de ontwikkeling van de ultracentrifugietechniek bij Urenco. Daarmee wordt uranium geschikt gemaakt voor kerncentrales, maar ook voor atoombommen. Door spionage van Khan lukt het Pakistan in 1998 een kernbom te maken. Veerman waarschuwt daar in de jaren 70 al voor. De overheid heeft mij gegijzeld. Die heeft mij in de Bijlmer strafgevangenis gezet. En die is dan met 10, 12, 15 ambtenaren met mij aan de gang geweest om daar overal mijn mond over dicht te houden. Maar de klokkenluider houdt zijn mond niet dicht en wordt dus nu gerehabiliteerd door het Huis voor de Klokkenluiders. Dat is opgericht op initiatief van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Nederland heeft die atoomspionage toch bewust toegestaan. En na het eerherstel van Frits Veerman is het nu ook tijd voor een inhoudelijk onderzoek. Dus ik zal ook de toezichthouder op de geheime diensten, de CTIVD, vragen om nu een inhoudelijk onderzoek te gaan doen. Als u nou destijds uw mond gehouden had, hadden we dit dan geweten? Denk het niet. Nee, denk het niet. Ik heb nu mijn gelijk gehaald en daar ben ik heel blij mee.